Goed, dank jullie wel. Ik heb weer drie prominente gasten uitgenodigd om het nieuws van deze week te bespreken. Drie gasten die in het nieuws ook waren. Allereerst is hier misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Dan CDA-lijsttrekker Jan-Peter Balkenende. En showbiz-kenner Hans van Wilgenburg. Meneer van Wilgenburg, Hans mag ik zeggen. Je presenteerde deze week afgelopen maandag het Nederlandse Musical Gala. Waar de Johnny Kraaikamp Musical Awards werden uitgereikt. Ja, en de grote winnaar was natuurlijk Aida. Ja. Oorspronkelijk van Giuseppe Verdi. Fantastisch Italiaans componist die met Aida waarschijnlijk de beroemdste en beste opera aller tijden heeft geschreven. Elton John die hoorde dat en dacht, kom, daar moeten we eens iets muzikaals mee doen. Ja, nou, goed. Nou was er nogal wat commotie over die prijzen, omdat ze in het leven geroepen zijn door Joop van den Ende. Ach, dat is typisch Nederlands, allemaal zo onzin. Ik bedoel, noem mij één goede reden waarom die prijs suspect zou zijn, geloof ik. In het leven geroepen door Joop van den Ende. Ja. De juryleden waren in dienst van Joop van den Ende. Ja. Het werd geproduceerd door Joop van den Ende. In het theater van Joop van den Ende. En de meeste prijzen gingen naar Joop van den Ende. Eén goede reden, zei ik. Hè? Ja. Nou, het heeft alle schijn tegen. Nou, als mijn Puttense moordzaak, wat mij betreft de grootste gerechtelijke dwaling van het afgelopen decennium, ons één ding geleerd heeft, dan is het wel dat zij die alle schijn tegen hebben per saldo onschuldig zijn. Ja, maar ja. Er valt mij één ding helemaal niet, het is de ontvangst hier. Hoe bedoelt u dat nou? Nou, laten we even kijken naar een reconstructie. De ontvangst die Peter ten deel valt, laat ernstig de wensen over. Tot drie keer toe moet Peter zelf aanbellen. Dat is een. Dat bent u niet zelf? Nee, dat is een reconstructie. Oh. Dat is een acteur. Ja. Ik had al drie keer aan staan bellen. Oh ja. Ga ik toch niet nog een keer staan aanbellen? Nee, dat is toch belachelijk? Ja, klopt. Dat is natuurlijk ook. Het is natuurlijk ook niet de heerlijke, on-Nederlandse ontvangst die we bij Joop gewend zijn. Ja. Bij Joop, kennen jullie elkaar of zo? Nee. Nou, ja, laten we even naar de reconstructie kijken. Ja, graag. Ja. Voor de uitzending maakt Peter kennis met Hans van Willigenburg, die met hem te gast zal zijn in het amusementsprogramma Kopspijkers. Nou, meneer Balkenende, dan met u maar verder. U heeft kort geleden onder andere gezegd, de multiculturele samenleving is achterhaald. Wat bedoelt u daarmee? Nou, wat ik daarmee bedoeld heb is, we hebben hier in Nederland een set normen en waarden. Uh-huh. En daarmee onderscheiden we ons van andere landen. En als ik dan eens even dicht bij huis blijf, de humor, dan plof ik elke zondagavond naast moeder de vrouw. Dan laat ik even lekker de boel en dan kan ik echt heel hard lachen om de knotsgekke situaties van Gerard Cox en zijn kornuiten. Oh ja, heerlijk. Fantastisch. Toen was geluk nog heel geboden. Ja. Heerlijk. Nou. On-Nederlands goed. Echt. Ja. Ja. Ik ben heel blij dat meneer hier daar ook van geniet. He, dat is dat aloude Nederlandse humor. Iets waarvan wij zeggen, en ik denk dat ik namens alle Nederlanders spreek, als ik zeg, dit is leuk. Ja, ja. Maar ik kom ook wel eens in achterstandswijken, meneer Spijkerman. Ja. En dan zie ik daar een Ali en een Yusuf via de schotel naar hun televisie kijken. En dan denk ik, dit is niet goed. Nee. Een keertje kijken naar een potje olieworstelen, oké. Maar maak ook eens kennis van die rijke westerse cultuur. En kijk eens naar, toen was geluk heel gewoon. Ja, maar niet alle mensen hebben dezelfde smaak. Nee, tuurlijk. Daarvoor is een serie als Oppassen. Is natuurlijk allemaal iets ruiger en moderner. Maar dat moet ook kunnen. Wat even. Oppassen, dat is toch niet moderner? Nou, twee mannen die samenwonen. Ja, dat vinden wij binnen onze christendemocratische visie toch iets waarvan we denken, nou, is dit de richting waar we heen willen? Oh, twee mannen die samenwonen. Dat zijn twee opa's in één huis. Ja, maar wij zeggen binnen het CDA, twee opa's op één kussen, daar hoort een oma tussen. Ja, schitterend on-Nederlands goed natuurlijk ook oppassen. Want het is natuurlijk al een hilarisch gegeven, één opa. Dat is schitterend. Maar bij de VARA denken ze dan net een stapje verder. Ja, ja, ja. Twee opa's, hoe komen ze erop? Zo goed. Ja. Kijk, meneer Spijkerman, zo kan het ook. Ja. Dit is nou een meneer die in de Nederlandse maatschappij is geïntegreerd, waarvan ik zeg, hulde. Kijk, hij had gewoon ook naar zijn hip-hop platen kunnen luisteren, op met een paar homeboys op de hoek van de straat een jointje kunnen roken. Maar nee, hij getroost zich de moeite om kennis te nemen van oppassen. En dan zeg ik, welkom vriend. Ja, ik ben geen Surinamer. Hè? Nee. Wij zijn allemaal Nederlander. Ja, als je maar wilt, hè, als je maar wilt. Ja.
Het is mij persoonlijk nooit duidelijk geworden wat er zo komisch is aan de comedieserie Oppassen. Oh? En mijn gezin ook niet, hoor. Laten we even kijken naar een reconstructie. Het gezin van Peter begrijpt niet wat er zo leuk is aan de comedieserie Oppassen. Goed, Peter, ik zou eerlijk zeggen, ik ben geen liefhebber van je programma, maar ik vind je een held. Nou, ik ben ook geen liefhebber van jouw programma. Maar nu je het over helden hebt, is dit misschien een goed moment om jou het eerste exemplaar te overhandigen van Peter R. de Vries, action hero. Wat kan hij allemaal? Nou, ik kan in principe alles wat ik ook kan. Dus zitten, staan en recht voor zich uitkijken. En hij heeft hele goede contacten in het criminele poppercircuit. Goed, daar wil ik mee gaan afsluiten. Gaan we al ophouden wat sneuren? Ja, want we hebben het nog helemaal niet gehad over Jean-Marie Le Pen. Dat vind ik zo'n heerlijk on-Nederlandse slechte man. Ja. Want als hij dus aan de macht komt, dan mogen mensen van mijn huidskleuren Frankrijk dus niet meer in. Nee, en dat zou ik heel sneu vinden. Ja. Ik vind het wel opvallend, hoor. U wordt ook met de week bruiner. Ja, ik ben een soort van omgekeerde Michael Jackson. Ja. Ik ga ook volgend jaar op wereldtournee met mijn broers Marlon van Willigenburg, Tito van Willigenburg. Ja, goed. Nou, mee van Willigenburg. Meneer Balken, u moet snel weg. Want... Ja, ik moet naar de Soundmix Show. Ja, dat is het grote debat, hè? Maar ja, ik sluit niet uit dat ik toch ga zingen. Dat is echt waar. Ja. Nou, dan wens ik u daar heel veel plezier. Peter de Vries, ook hartelijk dank. Allemaal voor je komst. Tot volgende week. Goed, wij gaan weer de week bespreken.